Weet je wat ik nog echt ranzig vind? Een smerige douchekop. Maar ja, na verloop van tijd, dan ontstaat er gewoon heel erg veel kalk op. Maar daar heb ik een hele makkelijke oplossing voor. Mijn naam is Yuri en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je je douchekop makkelijk kan ontkalken. Nou, zoals je ziet, zijn al die spuitgaatjes, die zitten helemaal onder de kalk. Dat is natuurlijk hartstikke vies om te zien. Maar het is ook niet lekker om onder te douchen. Dus dat gaan we even schoonmaken. Nou, hier loopt jouw water dus doorheen. Dat is helemaal vergeeld van de kalk. Voor deze tip heb je maar één ding nodig. En dat is wat azijn. En ik gebruik ook nog een emmer, want daar ga ik hem inleggen. Dus je doet eerst wat azijn in de emmer. Zo. En vervolgens doe ik de douchekop erbij. En dan laat je het een half uur liggen. En dan zal je zien dat de kalk verdwijnt. Het is ook heel erg belangrijk dat hij helemaal onder de azijn staat. Oké, we zijn nu ruim een half uur verder en het is tijd om de douchekop om te gaan spoelen. Hij ziet er al iets schoner uit. Ik moet nog eventjes omspoelen en dan ga ik laten zien hoe schoon hij nu eigenlijk is geworden. Ik heb hem eventjes omgespoeld en zoals je kan zien is alle kalk verdwenen. Hij is weer helemaal schoon, het lijkt wel een nieuwe douchekop. En deze tip werkt dus echt super goed. Hij heeft ruim een half uur in het azijn gestaan. Ik heb hem daarna afgespoeld, afgedroogd. En zoals je ziet is hij weer helemaal zoals nieuw. Vind jij deze video nou handig? Dan wil ik je even vragen om je te abonneren. Geef ook een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En heb je zelf nog vragen, laat het dan zeker weten. Dan gaan wij voor jou aan de slag. Tot de volgende keer bij Handig. Dat is handig.